Van 1 tot en met 7 oktober is het weer de Week van de Opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen presenteert u elke dag een nieuwe opvoedtip. Ik ben Rian Panis. Ik ben gezondheidsmakelaar in Nijmegen-West. Daarnaast ben ik zelf ook moeder van 2 kinderen. Een dochter van 25 en een zoon van 21. Hutten bouwen, in bomen klimmen, met vuur bezig zijn, over watertjes heen springen, beekjes, slootjes, op zoek naar wormen, spinnen, dat soort dingen. Dat vermaak kennen kinderen niet meer. En hoe zou dat nou komen? Deels is dat omdat kinderen heel vaak met de computer bezig zijn. Deels is dat ook wel omdat natuurlijk de natuur aan het verdwijnen is. Maar het grootste punt is eigenlijk dat ouders steeds meer kinderen van risico's weghouden. Dus mijn tip is eigenlijk heel kort gezegd, hou kinderen niet bij risico's weg, maar leer ze ermee omgaan. Als ze in een boom willen klimmen, hou ze niet tegen voordat ze ernaar gekeken hebben. Maar laat ze het maar eens voelen, laat ze maar eens proberen. Gebutste knieën horen er echt bij. Ik had ze ook door de struiken heen kruipen en onder de schrammen zitten. Het hoort erbij, je gaat er niet aan dood, je overleeft het. En laat kinderen weer eens wat leren, experimenteren, zelf uitvinden, vallen, opstaan enzovoort. En dat is mijn tip. Kijk voor meer informatie en activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding op de website www.cjgnijmegen.nl.